Mijn naam is Ben Vinke en als biersommelier ga ik in de voetsporen van de grote Michael Jackson Belgische brouwerijen bezoeken, met de brouwers gezellig samenzitten en hun speciale bieren proeven en beschrijven. Een ernstige job. De tweesterrenchef Jan Buitaert zoekt bij elk bier een passend gerecht volgens de nieuwe trend van beer en food pairing. Proost! Vandaag bezoek ik brouwerij Huygen in Melle, van de familie De Laat, bekend van het bier met de roze olifantjes, de Delirium Tremens. Dat is de Latijnse term voor een vergevorderde staat van dronkenschap. Voor ik de familie ontmoet, kijk ik even wat rond in de brouwzaal van kort na de Wereldoorlog. Een klassieke opstelling met heel veel koper. Maar al vlug beland ik in het brouwerijmuseum, waar ik met vader Jean en zoon Alain een toast uitbreng met een lekkere Delirium Tremens van het vat. Hoe bent u eigenlijk op het idee gekomen van Delirium Tremens en de roze olifantjes en de matgespoten fles? Dat zijn toch allemaal geen evidente zaken? In de eerste fase werd dat gebrouwen voor Italië. Dus wij moesten een fles hebben die zonwerend en dus zeer... Bescherming tegen het licht. Ja, bescherming tegen het licht. En de roze olifant natuurlijk, dat is altijd het symbool geweest van mensen die een delirium hebben, die s'nachts dromen. In plaats van mooie meisjes dromen ze van roze olifantjes. Dus het succes van deze brouwerij, bestaat dat ook niet in het feit dat jullie eigenlijk alle soorten types bier kunnen brouwen? En dat dat in de export ook veel gewild is? Sinds 1985, geloof ik, zijn we gestart met een totaal andere filosofie, een totaal andere aanpak dan onze collega's. We hebben doodgekozen van, u vraagt, wij brouwen. Dus een klant kwam naar ons toe en had een zot idee, want bij Brouwerij Huygen wisten ze dat wij alles konden realiseren. Maar toch is de Delirium eigenlijk jullie paradepaardje, toch? Delirium Tremens is het inderdaad het paradepaardje en ook het snelst groeiend merk in ons portfolio. Ja. Hoe hebben jullie bijgedragen eigenlijk tot dat geweldige imago van Belgisch bier in het buitenland? Ik denk dat wij met ons Delirium, die toch wereldwijd niet gekend is, hebben bijgedragen bij het magnifieke imago van België Bierparadijs. Is het feit dat wij de prijskamp gewonnen hebben van België beste bier ter wereld. En dat was toch voor het Belgisch bier toch een succes. Een geweldig die succes. Neergeslagen is op alle Belgische brouwers. Ja. En Huygen is ook een familiale brouwerij. In hoeverre is het familiale voor jullie belangrijk? Voor mij is het zeer belangrijk, want iedereen die mij kent weet dat ik voor mijn kinderen en voor mijn kleinkinderen leef. En mijn hoop is dat in één dag, die toch nog zo ver is, aangezien dat mijn kleinzoon maar 6 jaar is, maar dat hij eens de roer in zijn handen zal krijgen, het roerstok in zijn handen zal krijgen en zelf zal bier brouwen. Daar drinken we op. Cheers. Voor het recept haal ik het bier op in een gespecialiseerde zaak. De matgespoten witte fles met blauw etiket valt wel op in de rayon. Benieuwd wat onze chef hierbij gaat klaarmaken. Het is een blond bier, je hebt het al geproefd, met wat kruiden in de neus, wat vinkel, wat anijs. Maar ergens ook een beetje gestoofd fruit tussenin. Ja, er zit een... Voordat je dat helemaal weg is. Ik heb geprobeerd van die smaken van gestoofd fruit een beetje terug op te pikken. Dan gaan we preparatie maken met een zoetzuur. We maken dat een stukje, ook een miskend stukje varkensvlees, de spiering. Hè, dus van het voorste stuk van de varkensrug. We hebben daar als garnituur, inpikkende op het gestoofd fruit, gedroogde abrikozen en terug wel laten opstuiven, dat ze goed verwerken, in een beetje bacon, in een beetje krokant spek. En dan in plaats van aardappeltjes, een beetje taboulé erbij. Zo'n stukje spiering, dat heeft toch een half uurtje nodig. Dat moet niet te roos zijn, dus dat gaan we eerst even aanbakken in de bruisende boter. Voilà, goede voorverwarmde oven, ergens zo tegen de 180 graden. Zo, dat zijn die abrikoosjes. Die zijn gewoon in spek gerold, in ontbijtspek. En ik ga die gewoon even in een oven steken. Dat was ze. Varkensgebraadje komt uit de oven. Vermits zetten we daar een zuurzoet gaan in maken, doen we dat het overtollige vet uit de pan uit. We hebben hier onze klassieke
kalfsbouillon staan. Dus we lossen de braadsappen een beetje op. Er zijn verschillende manieren om zo'n zuurzoete saus te maken. Je kunt dat volledig laten karamelliseren. Ik vind dat in dit geval iets te agressief van smaak. Dus we gaan feitelijk alleen de suiker een beetje inkoken met een beetje kruidenazijn bij. Dat schuimen is typisch voor het karamelliseringsproces dat zich in gang zet. Ja, en dat is uiteindelijk waarom past bier zo goed bij gekarameliseerde gerechten, omdat bier ook voor een stuk gekarameliseerd is. Inderdaad. De melk, in de kookketel, in de slagketel. Onwillekeurig al erop terugkomt. Vanaf het moment dat het een klein beetje kleur begint te nemen, dat het vlug zijn, want anders begint het te verbranden, blussen we dat. Heel alle minuut. Heel even geduld nog niet. Nee, er zit nog niks bruin in. Je mag niet te haastig zijn. Ah, laat ze, we zijn er bijna. Zuurzoet is altijd een heel subtiel evenwicht. Je gaat het vlees snijden nu? Ik ga het vlees snijden. Ben, het bier mag open. De saus staat klaar. Oké, het vertrouwde plofje. We zien dat is nogal blond, dat bier. Hè? Onze abrikoosjes zijn ondertussen klaar in de oven. Ik heb gezien dat je die ook een beetje met boter verrijkt hebt. Een klein beetje boter bij, de gist. Ja, je ruikt gist, je ruikt ook fruit. Je ruikt... Ja. We gaan eens proeven wat het gerechtje daarbij zegt. Het vlees is mooi rosé gebakken. Alle twee smaken die niet direct in een klassement zijn thuis te brengen. Absoluut. Beiden, niet. Hè? Beetje spek en zout en zuurzoet met nadruk op het zoet. Je hebt erover nagedacht, Jan. Het zijn, ik zou zeggen, dit bier is bijvoorbeeld zeer gegeerd in Japan. Hè? Ik denk, als je deze smaken in Japan gaat, wacht, Japans nog publiek gaat brengen. Een toekomst in Japan. Dit is een grote toekomst. Oké. Okay. Volgende week combineren we triple karmeliet met scampi, met fondue van curry en risotto.